mensen. En dat verdeel ik door hier. Kids, ja. Koens, ja. Ik denk de Fransen zelf natuurlijk. Dus, ja. Ja. Dus die opvang gaat dan een beetje naar de reden. Dus kunnen wij het reden op elkaar. Dat zie je wel. Ik heb geen vakantie. Nee, ik heb geen dagen geschreven voor een beetje. Dat was het nu ook. Ja, van het weekend leek het bijna wel vakantie met zoveel mooi weer. Ja, ik kwam er wel mee. Oh ja, nu kan ik bijna weer aan de bak. Mijn vader was ook voor de verjaardag van Roman, die was vorige week jarig. Dus het weekend kijk ergens opsteken langs de kust. Nou, het is gewoon vol. Dus weer goede omzet voor de ondernemers. Dus dat is wel fijn om te zien. Ja, dankjewel. Dat is wel weer als van oud. En dan lijkt alles wel heel ver weg eigenlijk. Dan denk je dan niet meer aan terug hoe het anders was. Dat viel me. Uiteindelijk zijn we dus ergens in Hallo, waar het heel rustig was. Hij zit er maar. Dat was niet gek qua mensen. Ja, precies. Die water ook en de vloed met mensen. Ja, dat is zeker vloed. Ja. Ja, mooi. Dan zijn we hier. Ik heb de neiging nu om zo spontaan examens af te nemen. Dus, ben je weer klaar voor? Ja, precies. Het is mijn probleem. Pas op, ben je er gelijk een lastig op. Net als al die andere die je onderdrukt, kan je dat afvoeren. Ik doe het steeds minder, maar deze gaat niet best goed. Je kunt het zeggen, maar van jouw probleem niet mijn probleem. Wat denk ik dat nou? Ik moet niet jullie probleem hoor. Dus nee, ik zal dat niet meer doen. Volgende week is het mooi genoeg toch? Nou, hier het laatste hebben we natuurlijk voor de vakantie spontaan op zaterdag examens afgenomen. Een aantal van jullie was erbij ook, volgens mij. Dus, ik denk dat blijft maar zo up en down. We zijn er bijna klaar voor, het gaat weer niet. Dus het hangt nog wel in de lucht. En ik denk zeker, jij bent daar super dichtbij. En jij gaat ook wel heel. En je maatje loopt niet net weg, maar je kan niet echt mensen geblesseerd. Dat zit in mijn achterhoofd. Ik zal er niet te veel problemen van maken voor jullie. Dank je wel. Doen, dat is het leukste. Ja, mooi. Dus, nou, laten we even gaan zitten dan met de ogen dicht. Ik deed het met de kids ook, als een soort oefening, zeg maar. Het is wel heel realistisch nu, maar we kunnen dat als een soort oefening gebruiken. Nu zie je natuurlijk overal in het nieuws Rusland, misschien vooral Poetin, die valt Oekraïne aan. En volgens mij ook echt doden, dus daar is een oorlog bezig. En wij zijn Aikido aan het oefenen, we zijn natuurlijk ook met een soort strijd bezig. En wat is nou een goede houding daarin? Wat zijn nou de goede acties daarin? En dat gaat een beetje door mijn hoofd, ik ben een beetje mee aan het spelen. Het is leuk om de kinderreacties te horen. Ja, dus ik ben wel benieuwd als je kijkt naar oorlog, en nu is het niet meer zo vaak, het is gewoon echt daar bezig. Wel meerdere plekken waarschijnlijk ook op dit moment, maar deze valt erg op natuurlijk. Wat is dan een goede, wat kan je dan doen? Zeg maar, misschien wil je daar ook iets aan doen, of juist niet. Wat schiet je te binnen als je daar je aandacht op richt? Ja, zonder van de energie die ze gebruiken, die zouden we kunnen gebruiken om samen te werken, om samen verder te komen in plaats van een boel te vernietigen. Ja. Ja, verder kan ik er niks mee. Ik neem het waar en
precies voor mensen die het beangstigend vinden. Dat het relatief dichtbij is. Ik herken dat ook wel, dus ik zoek dan ook wel gewoon naar informatie. Dus je hebt een soort gevecht tussen het gevoel, de emoties, angsten en het verstand, de reden. Ja, dat helpt dan ook wel om het in perspectief te zien, want de emoties gaan natuurlijk alle kanten op. Mm. Zeker als je dan hoort van dat de nucleaire macht in een verhoogde stand van paraatheid wordt gebracht. En, dus de reden helpt me dan het gezonde verstand van mensen die er verstand van hebben, om dat dan in perspectief te kunnen zien. Om te zien. Dus er zit wel een stukje analyse in en ik wil straks niet de analyse in over dat, want we hebben aan 2 uur niet genoeg en misschien ook niet voor onze kennis. Ja, precies. Maar dit is wel goed. Dus het is wel analyse. Wat doet het met je? Wat zou je willen? Ja. Tweeledig. Aan de ene kant kijken naar mijn circle of influence. Ik kan er weinig in betekenen, dus net zoals jullie neem ik het vooral waar. Mm. Aan de andere kant zie ik wel een influence in mijn werk. Dat je kijkt binnen de gemeente. Zijn er mensen die er wat van vinden, die wat moet helpen, ondersteunen of zelfs beveiligen? Stel dat er al Russische gemeenschappen zitten of mensen op je ruim. Ja, dat vanuit professioneel vanuit te werken ook. Ja, ja. En jij zou ervan nagedacht, dat is zeker ook een element. Ja, ja. Ja, ik vind het wel zorgelijk hoor. Heel stoer zeggen. De meeste zeiden ook stoer, hij gaat niet aanvallen en dat deed hij ook. Dus ja, niet zo net. Ja, schaar, gaat geen backhand aan gebruiken. Ja. Weet ik niet. Nou, dus dat is dat stukje. Maar wat kan ik beïnvloeden, vooral? Dat is wel waar ik naartoe ga. Wat kan ik in mezelf daarin in balans brengen of houden, zeg maar. Stabiel houden en
naar de mensen om me heen. Vooral ook in mezelf als eerst. En het was heel gek. Vandaag ging Roman voor het eerst naar school. Die is natuurlijk 4 geworden vorige week. En dat zag ik vanochtend ook allemaal al. En het is natuurlijk leuk en spannend, een nieuwe fase. En je brengt hem weg. En voordat je weet zit je daar heel erg in dat gevoel. En we liepen zo naartoe en oh, wacht even. Even, ik dacht niet centreren, maar even, oh, wacht even. Even hier gewoon even lopen, zeg maar. Eerst gewoon in mijn lichaam. Even naar daar weer in contact. En hetzelfde is met dit ook. Het onderwerp maakt niet zoveel uit natuurlijk, ja. Behalve dat Roman waarschijnlijk geen atomen op mij schieten, dat is niets anders, maar het heeft invloed op mij. Dus als ik dat dan zo zie, en ik zit dan naar Rusland te kijken, ik probeer ook te snappen en te luisteren naar verschillende kanten. En me goed te laten informeren of informatie te zoeken. Maar uiteindelijk ook gewoon ja, zelf stabiel erin zijn. En ik denk ook, ik wil wat doen, want wat ga ik doen? Ik ga er niet naartoe lopen met wapenschieten, dus dat ga ik niet doen. Ja, moet ik wat geven daaraan, weet ik ook eigenlijk niet wat de regering doet, maar ja, dat doen zij, dat is dan ook, zou ik dat kiezen? Dat ben ik dan aan het afvragen, wat kan ik zelf, en ik kom niet zo ver, ik kan niet, ik ga ook niet protesteren, en ik sta echt achter de mensen van, ja, die hebben er last van, en er zitten een paar mensen in de macht die ruzie maken, ja, de doden vallen onder de gewone mensen, dus. Maar ga ik daar nu iets aan doen? En dus, die kan eigenlijk niet zoveel doen. Hier eventjes bij stilstaan, aanschouwen. Tony zei eigenlijk in de kleedkamer, dat zat wel voor, ja. Hij zegt liefde, ik vind gewoon liefde het allerbelangrijkste. Daar blijf ik gewoon aan vasthouden, want als ik dat niet doe, dan ben ik gewoon een lege huls. Ja, dat heb ik ook wel mooi gezegd. Maar toch, je zoekt een soort houvast ergens. En ik vind ook wel dan, ja, we zijn met harmonie en eenheid bezig. En als ik dat dan zie, dan denk ik, wat kunnen wij met ons Aikido? Hoe is heel luchtig ze dan, heel vluchtig waar we mee bezig zijn, zeg maar. Maar die stabiliteit in jezelf, dat is wel redelijk concreet, zeg maar. Want wij kunnen niet naar Poetin lopen en hem gaan uitleggen hoe we Aikido zien of zo, bij wijze van spreken. Oftewel, als iemand anders niet meewerkt en helemaal niet in liefde zit, maar gewoon vanuit overtuiging, ik wil dit en ja, dan is dat gewoon overnemen, dat moet ik gewoon doen. Ja, hoe ga je dan toch daarin Aikido, zeg maar? Je tegenstander werkt niet aan mij, ja. Maar moet je dan maar overboord gooien, want dan wil ik wel snel gaan vechten of gaan vluchten. Ik ben het er niet mee eens, dat is fout, dat is een gek. Maar ja, dat is toch niet helemaal, maar ja, ik weet niet, het is ver weg, ik zie het wel. Nou, allemaal dat soort dingen kan maar. Wat jij nog te binnen aan Je zei van wat kan ik doen, dat kan ik doen, maar het is natuurlijk zo dat een hele hoop mensen vast zit. Dat ze niks kunnen doen en wel wat willen doen. En nou ja, goed, daar vrede mee hebben of dat accepteren is het enige wat ik op dit moment kan doen eigenlijk. Ja, precies. Niet daarin stabiel zijn. Ik waren net met de kinderen met wapens bezig en waren ze aan het verdedigen, hè? Met zwaard tegen stok. Maar je bent gewoon, als je verdedigt, ben je klaar voor de aanval. Dus je bent gewoon in verbinding, dat zij de meeste ook waarnemen. En zo gauw er een gat is, kan je iets doen. Zo staan we klaar. Heel passief, actief, staan we vreedzaam, klaar om actie te nemen. Maar, ja. Ik ga niet zo, ja, de fouten met dat is denk ik van steun. Dus dan gaan we eens kijken of dat lukt. Want de laatste deel wat in de les ook al, weet je nog, toen waren we ook met z'n tweeën. Waren we eigenlijk vooral hiermee bezig. Van, ben ik naar de ander aan het aanvallen of ben ik gewoon mezelf in contact steeds. En dat blijft gewoon een uitdaging. Hè. Dus misschien is het vandaag weg, maar laten we eens kijken. Moet het nog steeds in ons hebben. In je buis al worden. Dus ook in dit bewegen lekker vanuit jezelf. Dus doe maar apart vanuit de grond, vanuit de benen. Jezelf in beweging brengen. Je moet niet opzij te jezelf naar opzij te werken, dat is een gevolg van de beweging. Dus wat gaan we nu een hele serie doen? Komt ie? Iets? Nee. Sam, shi, go, rock, shich, touch, ni, sam, shi, go, rock, shich, touch, each, ni, sam,
Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Beach, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Beach, Me, Sam, She, Rock, Sitch, Natch, Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Beach, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Beach, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Beach, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Beach, Me, Sam, She, Go, Sitch, Natch, Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Beach, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Beach, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Beach, Me, Sam, She, Go, Sitch, Natch, Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Beach, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch, Me, Me, Sam, She, Go, Rock, Sitch, Natch. Kom bij ons aan. Each, me,
sam, she, go, each, ni, 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 sam, she, go. Each, me, each, me, each, me, some, she, each, me, each, me, each, me, some, she, each, me. Each, me, each, me, some, she, each, me, each, me, each, me, some, she. Each, me, some, she, each, me, some, she, each, me, some, she, go, rock, each, touch, each, me, some, she, each, me, some, she, each, me, some, go, rock, each, touch, each, me, some, she, each, me, some, she, each, me, some, she, go, rock, teach, touch, each, me, some, she, each, me, some, she, each, me, some, she, go, rock, teach, touch, each, me, each, me, each, me, some, she, each, me, each, me, each, me, some, she, each, me, each, me, each, me, some, she.
voor Joe. Nou gaan we met het jou, joh. Ja. Dat zou Paul ook wel bij, volgens mij. Hij hield hem altijd bij zich. En dan net die ene keer. Maar de vriend ook gestuurd. Ja, precies. Alle beetjes al. Kan fouten, hè. Je mag hem blijven. Ja, mooi. Maar de jongeren waren er ook mee bezig met de Joe. Op een bepaald moment stonden we op die mat zo met z'n allen zo. Dat is wel leuk om te doen. Er zijn een beetje veel mensen in, maar wie weet. Hè. Doe eens gewoon voor jezelf een paar keer de eerste vier bewegingen van de shooting star. Die beweging net gedaan, hè? En op zich het bewegen aan zich, dat viel me ook bij de beginnen oefeningen, daar zit al heel veel in, hè, voor onszelf. Wat merk je bijvoorbeeld als je nu de beweging doet, misschien alleen al die beginbewegingen, wat merk je als effect daarvan? Nou, dat het toch wel even weer terug is in die beginbewegingen, dan ben ik in het centrum, maar door de Joe heb ik toch weer. Goed, en wat heb je dan? Nou, dan net alsof dat centrum weer wegvliegt naar de buitenkant. Zeg maar. Ah, ja. En waar naartoe? Want je richt het ergens naartoe waarschijnlijk. Ja, voor me, dus op een fictief doel, zeg maar buiten mezelf. Yes. Kijk, daarom moet je niet zoveel te weten als je hier staat. En de lessen worden gewoon al uitgelegd. Is het zo makkelijk? Ja, echt waar. Jij weet het ook. Ja, dus, ja, dat is een goeie. In het verlengde daarvan, ik merkte bij die beginoefening ook, eerst het onderwerp wat we aansneden was nog een beetje naresoneren. En het was goed om weer in het lichaam te komen. En ik merkte dat er een beweging bezig was van balanceren in mezelf. En links en rechts en oh ja, minder gedachten hier naartoe, oh, steeds stabieler. En daarmee kwam ook duidelijk wel, kijk. Er kwamen een aantal dingen langs. Als je beweegt met je lichaam, zijn er sommige delen meer actief dan andere delen. En hoe meer je die beginoefeningen doet, hoe meer dat gelijkmatig wordt. Ik weet niet of iemand dat herkent. En dat kan ook in deze zijn. Als je bijvoorbeeld niks hebt gedaan en denkt, ga even lekker wat doen, dan dat je arm of je schouder dat iets meer doet dan bijvoorbeeld je hier, mijn onderbeen aan deze kant. Dat is nu natuurlijk ook bezig, hè? Dus ik zat een beetje in de oorlog te beschouwen. Maar ja, sommige dingen zijn actiever, sommige minder actief. Dus het is uit balans, zeg maar. Ja.
Dus door de oefening kom je weer in balans. En dat is denk ik voor ons heel belangrijk om steeds te doen. Dus daarom ben ik blij dat ik hier was en met jullie balanceren en gewoon fysiek ook in mijn lichaam. En dus jij gaf net al een goed voorbeeld, want wat is het doel van deze beweging? Ja, dat antwoord heb ik nog niet. Maar die effecten kunnen wel gebeuren, dat ik zo daarmee bezig ben, dat ik eigenlijk minder hiermee bezig ben. Dus dat er weer een disbalans is. Het is allemaal niet in evenwicht, zeg maar. En daar kunnen we mooi oefenen. Maar wat is dan de doel van die beweging die we net deden? Die vier bewegingen. Ik denk niet dat er één antwoord voor is. Dus wat is jouw doel? Of wat lijkt jou een belangrijk doel? Zelfverzekeren. Dus het doel van de oefening is jezelf te centreren. Ja, ik heb geen oefeningen. Ik was nogal gehaast. Dat merk ik in de bewegingen. Dat probeer ik steeds meer uit te halen. En bij deze beweging probeer ik, omdat je toch beweegt en toch ook met je bovenlichaam beweging maakt. Toch te proberen van, nou, dit kan alles bewegen als dit, maar gewoon ja. Daar focussen. Ja, mooi. Ik kon het ook zien, je ging vertragen, hè? Omdat veel meer bij elkaar alles even actief te maken. Goed, misschien, ja. Dus dat was echt jouw doel. Ja. Want als je om jezelf te bewegen en niet echt in die stok bezig te zijn, in die stok te bewegen, moet ik zeggen. Maar vanuit je eigen. Ja, ja. Dat is ook een beetje zoektocht, omdat jij hebt toch iets in handen hebt, omdat je elkaar kan afleiden of zo water zien. Dat is heel goed, dus dat zag ik ook. Ik zag twee doelen en één zit op dat gebied, hè, wat jullie eigenlijk alle drie aan naartoe richten. Van nou ja, die balans, vanuit mezelf bewegen. Maar je pakt wel het wapen op. Zeg maar, toen dacht ik een beetje, ik zit nu een beetje in een oorlog vibe natuurlijk. Ja, dan pak je een mitrailleur op. Kan je in balans zijn, hè? Want dan kan je goed richten. Ik weet niet of je een leger moest uit scherp schieten of oefenen en zo. Ja, dat vraagt best wel wat oefening om één te worden met dat ding. En dan, en zoals je hartslag gaat, die al zo. Dus vertragen, ademhaling en dan zien te raken. Dus, maar dat is dan een wapen. Ik dacht ook niet, ik ga even mensen neerschieten. Ik dacht eerder van als dit gebeurt, ben ik er niet bij. Ik ga er niet aan meehelpen, zeg maar, aan mensen neerschieten. Maar toch ben je dat wapen wel aan het eigen maken, deze ook. Dus wat is het doel om het wapen op te pakken? Om jezelf te centreren. Maar wat is ook het doel om het wapen op te pakken? Om te beschermen dat wat voor jou belangrijk is. Dat zou reden zijn voor een wapen voor mij. Ja, ja, ja. Je ziet het als wapen, maar als je het echt vet op een wapen, dan zou ik niet oppakken om mezelf te beschermen of daar waar ik in geloof. Ja, precies. Nou ja, op zich, wapenset. Als we het koop op internet, wapenset. Ja, dus, dan pak je wapen. Het zegt ook wel eens. En best zijn zo. Vredelievend geworden in Aikido dat dat een beetje weg is, maar het is nog steeds de impact wil je wel van poem. Als ik iets richt, als ik iets inzet, dan wil ik wel efficiënt alles inzetten op de juiste manier dat het ook effect heeft op hetgeen waar ik op richt, zeg maar. Kan het zijn in een woord of maar. Dus dat onderdeel is natuurlijk ook. Als we het doen, dan doe je niet zo. Maar dat geldt voor alles. Wat ja. Ja, ja, dat klopt. Maar is het in feite niet een verlengstuk van jezelf? Is elk wapen niet een verlengstuk van jezelf? In het milieu kan je verder iemand raken, een stok en meer afstand. Misschien iets verder. Ja, 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 precies. Het is, ja, je verschillende effecten kan je bereiken met verschillende middelen. Zeg maar, ja. Het ging mij om dat stuk. En het is toch Aiki, en dat is natuurlijk ook het hele verhaal natuurlijk, het komt een beetje uit de krijgskunst. En dat is de discussie, bij sommigen is het van allemaal weg. En dat denk ik wel vaak aan Toby, als hij staat, in mijn wereld is geen oorlog. Weet je, wie was er bij het seminar? Ja. Mm-hmm. Het was mooi, hè? Ik zou zeggen, ja, ik snap het helemaal. Het is mijn veld, en daarin is harmonie. Dat stimuleert hij, zeg maar. Ik zie Toby ook wel zo. Nou weet ik wel dat het voor strijd ook was, maar als hij daarin zat, vond ik wel een mooie natuurlijk. Hè. Maar eigenlijk is dat hetzelfde. Dan gebruikt hij dat als een soort tool om het te beïnvloeden, om het heel gericht zo te maken. Dus op zich, als je het inzet, wil je wel iets bereiken. Wil je wel dat het vol overgebracht wordt. Als je
aan onderaan langs tafel zitten en je wil echt iets neerzetten. Zo van, ja, ik vind het belangrijk dat we het zo doen. En dan zegt hij, nou, maar ik wil juist helemaal precies anders. Ik zeg, nou, oké, is ook wel goed. Nou, laten we dan gewoon dat doen. En het is zo van, ik wil niet dat je me raakt. Oh, nou, sorry, dan ga ik er wel naast. En je wilt echt iets bereiken. Als je zegt, ik sta daarvoor, ik ben tegen oorlog. Dat zal ik ook zeggen. En ook als het onder druk staat, ja, ik ben er gewoon tegen. Ja, nee, maar nu moet je mee. Je bent tussen 16 en 60 hier komen. Succes dan, hè. Gelukkig ben ik er niet. Maar hoe krachtig ben je dan, zeg maar, in je... Ik ben één gewoon met waar ik voor sta. En corona was ook wel goed. Hoe sta je erin? En het verandert ook steeds. En dat is misschien ook wel goed. Maar als je ergens staat, sta ik gewoon voor. En niet om de strijd met jou aan te gaan. Maar ik ben helemaal daarin. Al mijn... alles in mij is evenwichtig. Werkt allemaal eraan mee. En heel duidelijk spreek ik uit waar ik voor sta. En het is nooit om de ander echt te beschadigen, zeg maar. Het ligt er meer aan wat die ander doet, wat het effect is. Dat is wel een lastig stukje op. Hè? Maar kortom, deze gebruik je wel om... Je wil dat transferen, dat hier naartoe brengen, in die ander. Je wilt iets overbrengen. Dat is wel waarom je in essentie deze beweging hebt. Denk ik, waar die ooit begonnen is. Hè? Ik weet niet wat jullie denken. Dus dan heb je een doel van, ik ben één. Ik gebruik alles, ik blijf in balans. Ik ga niet... uit balans omdat ik die ander wil raken. Maar toch in die balans ben ik wel datgene helemaal aan het overbrengen, waardoor het effect nog veel groter is dan dat ik het strijd aan ga. Ik denk hier van die twee doelen als ik het zo zeg. Nou, wat je dat zei over corona en denk ik dat. Toen dacht ik, nou, als ik de discussies tijdens corona, was het bij de meeste mensen begonnen. En dat geldt nu ook op dit moment bij de nieuwe dingen. We zullen steeds geprikkeld en daarom, maar je zegt het bij anderen, maar bij jou dan, zeg maar, dus wat wij kunnen beïnvloeden. Hoe staan wij erin, zeg maar. Maar het is waar, om ons heen. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat wij trainen, wat we trainen, zeg maar. Denk je nou? Is het nou zo dat je, want we hebben, dat we zeggen, oké, nu voer je uit met gericht op omgaan, nu voer je uit met ons controleren. Dat zijn wel de key principes die we zonder die stok hanteren. Uh-huh. Dus wat is er eigenlijk anders? Behalve dan dat je aan dingen aan doet. Als dat je doel is, is dit een hulpmiddel om datzelfde te ontwikkelen in jezelf. Ja. Dat is dat ene doel wat eigenlijk zo groot en belangrijk was dat het andere helemaal weg was uit mijn eigen wel heel lang. Ja, dat is echt een sensueel weer even wennen van, oh wacht even. Ik doe niet gewoon alleen maar dit om key uit te sturen, maar ja, nee, het is wel... Ja, alleen, jij hebt ons ook geleerd dat als we die slag maken, dat ook al die principes echt, dat het echt geslag is. Ja. Dat we niet doen alsof het. Exact. Ja, ik vertaal het ook hier. Dus dit is niet een middel alleen maar het is echt. Het zou echt moeten zijn. Ja, dat is een goede. En hier zit ik ook te kijken, precies in dat gebied. En daar zit denk ik het lastige. En daarom zat er met die les waar ik het over had met z'n drieën, maar daar ging heel veel lessen. Hoe ga je daarmee om? Dus als jouw slag vol is, dat zou dus dodelijk kunnen zijn bij wijze van spreken. Als je gewoon iemand vol zou... Het lijkt me niet echt gezond, zeg maar. Als je het hier zou krijgen en zeker niet hier. Ja, word je niet beter van. Dus het zou dodelijk kunnen zijn. Dat is niet mijn intentie, maar hoe vollediger en hoe meer ik in balans ben en dat volledig uitvoer. Ja, dus, en in vergelijking met, en ik wil dat doen, ik wil jou kwaad doen, dat heeft ook wel effect, misschien ook wel, maar waarschijnlijk jouw eenheid zou nog veel meer effect hebben. Ik vraag dan wel, waarom zou je het toepassen, hè? Dat snijdt een heleboel dingen, maar... Ja, ik ben niet ervaren genoeg om het martiaal te maken. Maar ik probeer juist daar te komen, niet martiaal te hoeven maken. Terwijl ik leer me ook die zelfdiscipline aan dat ik heel gericht kan maken, maar kan het ook gericht uitsturen. Op een gegeven moment hoop ik het status te bereiken dat ik inderdaad eigenlijk met mijn aanwezigheid al genoeg doe, zonder het aan te pakken. Dus ik ben wel aan het trainen om martiaal te worden, maar uiteindelijk hoop ik dat niet te hoeven gebruiken. Ja. Daarom zit ik nu nog in het leren om het martiaal te maken. En dus daar ben ik nog ver voor, want dan zie ik dit ook nog niet te zwaar. Nu nog ben ik iemand die om zich heen gaat meppen en iedereen maar raakt die kan raken.
straks word ik echt dat ik heel gericht kan zijn. Maar op dat moment weet ik ook meer wat ik kan. Ja. Even een andere perspectief erbij. Ja, op zich bij heel gericht KDW uitschakelen misschien ook. De crux is dat je oprecht contact wil maken. En die kan dan flippen al naar gelang die situatie. Dat het, ja, of dodelijk zeg maar. Maar dat het gewoon alleen maar het uitzendt. Oprecht en volledig, ja, precies. Ja, en gelukkig heb ik het, gelukkig heb ik een omgeving waarin je niet iemand echt sterk hoeft terecht te wijzen. Maar als er een soldaat voor je staat met een mitrailleur, dan moet je echt heel gericht iets gaan doen, zeg maar. Of gericht wegwezen uit de reach, of gericht ontwapenen, of gericht. Maar dat hebben we eigenlijk niet, dus we hebben wel een mooi leven eigenlijk. We maken ze wel heel druk. We overleggen wel veel dingen. Maar een normaal leven. Ja. Maar wij hoeven niet echt gericht KKD uit te schakelen. Dat kan wel eigenlijk. We hebben best wel onzuiverheden. Dus zeg maar als iemand wil vechten, als er een gevecht ontstaat, in jezelf vooral, hè, daarvoor doen we ons eigen misogie. Misogie is om KKD zeg maar, te laten oplossen. Dat je de cijfer jezelf in de spiegel ziet. Dus, ja. Ook in die situatie zal het oprecht contact willen maken, zal wel degelijk uitmaken. En ja, dan in het moment zal ja, besloten worden wat. Hoe is het uit? Ja, hoe is het uit? Want dat weet je, als, ja, dat weet je niet. Ja, als je hebt trainen en je bent echt gewoon alleen deze contact te maken, het is echt wel. Ja, dat is wel heftig, zeg maar. Want, wat bedoel je? Nou, dan, ja, dan ben je er volledig bij, ja, dan ben ik eigenlijk kansloos, zeg maar. Dat voelt, terwijl er geen enkele agressie is voor de nacht, maar ja. Je, ja, zit er volledig in, op, doorheen, ja. Maar kan jij oprecht contact maken met iemand wetende dat jouw contact dodelijk is? Ja, dat. Ja, maar dat is ook weg, denk ik. Ik denk dat dat weg is. Ik kan dat nu alleen maar zeggen vanuit een soort onzuiverheid, maar ik denk dat het er niet is als het. Want dat kan ook als jij voor jezelf moet staan. Dan sta je daar en de gevolgen zijn voor degene die in jouw wereld staat. Ja. Is het nou zo dat je. Is de bedoeling. Het is toch niet de bedoeling om die dode knop uit te zetten? Het is toch de bedoeling. Is toch een hele andere bedoeling? Of nee, maar ik bedoel, ja, het is ook aan Oeke of die zichzelf beschermt of niet. Ik ben niet gericht om hem te beschadigen, maar dat kan wel als Oeke niet zichzelf niet beschermt. Als ik al die principes goed toepas. Ja. Dat wil nog niet zeggen dat ik de intentie heb om iemand onderuit te halen of Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik vind het is wel een lastig gebied, zeg maar. Omdat, en ik denk uiteindelijk, het is makkelijk om het spiritueel te maken. Want als je gewoon helemaal zuiver bewustzijn hebt, waar geen strijd in is, dus die leefde, zeg maar, Moe of Mushin, dat is dan in Aikido. Als het helemaal weg is, zal er geen strijd ontstaan. Het wordt gezien en dat is al genoeg. En het is zo doordrongen in alles dat het vaardig genoeg is. Als je nog verder gaat, waar het is, zal jij niet zijn. Dus dat verhaal van Bobo Denskara, je nog met een paard achter dat huis en hij liep er gewoon zo doorheen, maar hij wist niet eens dat er een paard was, dat hij steeds tegen iedereen trapte. Want hij voelde al bij de key, dus ja, het ging vanzelf bij je al op een pad waar het niet is. Dus ik denk dat wel de. Bestaat het dus daarom denk je helemaal niet aan. Ja. Je denkt niet aan het corrigeren van een ander, je denkt niet aan het beschadigen van een ander, je denkt niet aan het veranderen van een ander. Kan je Poetin zien of Trump, ik probeer je een beetje te triggeren of Baudet. En hem gewoon te zien zoals hij is. Maar dat lukt gewoon heel verder niet. Er gaan gewoon gelijk de raketten worden afgevuurd. En ik kan er misschien nog een paar gaan doen, Poetin. Dit gaat een keer gebeuren, zeg maar. Of je schoonmoeder of je. Of je buurman of je collega. Dus ik krijg heus wel iemand langs en dat lukt jou wel. Waar het gaat, opeens
wacht even, ik ga ook een kernmaps opstellen, want nu gaan we gewoon even, die doet het niet goed. En dit doe ik alleen maar als oefening, omdat je bewustzijn dat nog kan, zeg maar. Het zal altijd wel blijven waarschijnlijk, maar je kunt erin trainen dat dat minder wordt. En dan denk ik aan Wil, die had het woord in woord heel goed, maar toen het echt moeilijk werd, was het ook lastig voor hem. Omdat hij vooral mens is. Dus we, zo kent iedereen zijn eigen situaties wel. Dus daarom wil ik een beetje, in het begin dacht ik wel, ja, kom op, het is vluchtig. Liefde, harmonie, in zo'n situatie is echt heel vluchtig. Terwijl je soms niet vol overtuiging, harmonie en eenheid. En, maar ja, dat zie je in oorlog, wat doe je dan, hè? Maar oké. Maar ik denk dat het daar wel zit. Als alles evenveel meedoet, hè, net als kanker, dan doet een stuk, is gewoon overproductief en dat wordt veel meer dan de rest. Hè, of het werkt niet, het is ergens afgesneden de communicatie. Daardoor werkt een stuk niet meer. Maar als alles goed communiceert en in verbinding staat, is het heel gezond. Nou, nu zie je op de wereld, het is niet helemaal eerlijk verdeeld of goed verdeeld. Het communiceert niet helemaal lekker met elkaar, nou, daarom hebben we dit. Eén ding wat nog wel gebeurde tijdens mijn eigen, bij deze oefening. Ik had verteld, was er, zo naar voren zou ook die. Wat al veel gebeurt, en misschien kunnen we het meteen doen, dan heb je nog een beetje een soort beweging, lijkt me eigenlijk wel. Niet alleen filosofisch eigenlijk onderzoeken, maar hier, deze stap zo naar voren en zo terug. Weet je wat hierin gebeurt? En daarmee kan een situatie langer blijven voortbestaan dan nodig. Want dit gaat voorbij, dat in Rusland. Misschien heb je er nog niet over nagedacht, maar straks is het gewoon voorbij. Het is gewoon een in-yo. Ze zijn nu bezig en straks is het voorbij en dan is er een nieuwe situatie en dan gaat het weer ergens anders. En dat is dit ook, maar nu blijf je een beetje langer in hangen. Wat gebeurt? Voor leun je een beetje lang op je voorste voet, is de kans. Als je naar achter gaat, sta je een beetje lang stil op je achterste voet. En dat kan wel het gevoel geven dat je net even erachteraan zit, dat je hem niet bij kan houden. Ken je dat gevoel? Je zit gewoon even te lang. De injo is zeg maar zo, een pulserende beweging is met alles bezig. Dus nu is het oorlog, geen oorlog. Hè. Pulserende beweging is injo, injo. Maar nu doe je even langer staan en dan weer snel terug. Even langer staan en dan is het. En daarom red je het niet. Dus als je lang gezond blijft, dan is het van die, ik sta hier, maar die til ik op en die gaat weer terug. Die til ik op en het gaat weer terug. Dus die andere voet, zeg maar, die maak je echt leeg. En die zet je weer vol. En dan heb je helemaal niet dat je zo lang staat op die eindpunten. En hier heb je maar, het lijkt er wel op, maar kijk, zo naar voren. Als ik op mijn voorste voet sta, til ik mijn achterste op en dan zet ik hem gelijk weer terug. Ik til mijn voorste voet op en zet ik gelijk weer terug. En daarmee hou je de beweging in gang eigenlijk. Je blijft niet lang staan. Omdat je deze niet leeg maakt, blijf je staan. Als je die leeg maakt, dan krijg je meteen weer door. Dan zou ik bijna zeggen van carry it over met Rusland en gaan we door, zeg maar. En dan doe ik niet even door, zeg maar. Ik hoop niet heftig, maar dat is het nu wel. Dat leegmaken betekent gewoon in yo blijf gewoon doorgaan. Ik ben bijna volgesteld. Misschien heb ik het meer dan jullie, dat weet ik niet, maar het valt mij wel eens op. Ik sta gewoon best wel lang zo. En dan begin ik gewoon die leeg te maken, dat ik vaak bij het begin oefeningen. Dan is het gewoon één doorgaande beweging. Het is ook gelijkmatig, er is ook niet meer aan het eind of zo. Het enige wat er is, dat mijn lichaam draait. Maar ik ga ook niet hangen naar voren, want dan is het alweer te veel, dan is het uit balans. En daarna hoef je je voet niet eens meer op te tillen, als je maar leeg maakt even. Je kan gewoon op de grond blijven staan, als je maar even leeg maakt. Zijn we nu de samba aan het doen, of hoor je dat? Maar is eigenlijk wel beter. Maar voel je dat effect? Dus je zit helemaal niet lang vast in iets, je gaat gewoon door. Ja, ik vind een uitstapje letterlijk. Lekker kunnen voelen.
Dus dat, ik denk wel, impact is wel heel belangrijk, maar uiteindelijk gaat het erom die eenheid, dat je zijn met key principes bewegen of centreren. En dat is gewoon vol. En alles doet evenveel mee. En mijn doel is nu helemaal niet om iemand te raken, nooit eigenlijk. Ik merk als ik dat doe, dat er iets zwarts in mij wakker wordt, zeg maar. En dat moet ik gewoon niet doen. Dus zullen we nog eens kijken bij, als we die... Laten we het 5 doen, kijk, dat je hem zo doet, zo. Reach, breathe, en dan sam, chi, go, en dan kan je opnieuw beginnen. Reach. Je gaat één doorgaande beweging hebben. Dus dan het hele lichaam, alles doet mee. Volledig. Voel je het niet meer zo, hè, dat je echt zo uit wil gooien? Nee, helemaal niet. Dus, wat merk je als effect als je nu zo bezig bent, alles als veel bewegen? Is alles wat meer gelijkmatiger actief? Nee. Mm-hmm. Ja, dat zie je heel goed waar de afwijkingen zitten. Okay, yes. Voel je de verandering in of is het gewoon helemaal stabiel hetzelfde? De eerste keer dat we deden, toen deed ik het heel voorzichtig en heel rustig. Waar je wat heel tijdig afrent. En toen ging het beter dan nu. Ja. Heb ik in mijn hintjes. De hint krijg je dus afremmen is goed. Nou ja, het gaat mooi evenwichtig. Maar eigenlijk is het heel gek, want het is totaal niet evenwichtig. Want we doen steeds maar één kant. Ja? Dus wil je evenwichtig leren, laat eens de andere kant doen. Ja? Normaal sta je zo. Ik denk dat je geen pijn naar 30 stad. Ja, zo voelt het zo. Ik zal het met je doen. Zo fijn is het rustig doen, is de mol en ski. En verder. Achterhand naar voren draai. Zo. En achter. Naar jong. En ski. Ja, precies. Daar zit hij aan de linkerkant. Ja, dat is een hele goede zelfhouding. We zijn zo gelijkmatig, maar laten we het even proberen. Ik heb niet eens hier. Ja, echt niet.
Heel groot zelfconsciënt vermogen. Ik denk, hé, het voelt vertrouwd, en dat doe ik verkeerd. Ja, precies, ja. Vertrouwd voelt het verkeerd. Nu in een nieuwe situatie na een of andere oorlog en je wordt het door elkaar geschud. Hoe lang duurt het dat van zichzelf? Dat we weer gelijkmatig geweest en alles wat we er meer zouden doen. Dus het bewustzijn weer helemaal kalm van de leven. En je strijdt nu met iets nieuws. Uitdaging. Mooi, dus als je iets geoefend hebt heel lang en je bent er heel goed in geworden, dan lijkt dat gewoon van, je hebt een bepaald beeld van de wereld, van jezelf.
als je dan de andere kant doet, wat je nooit gewend bent, dat geeft een nieuw beeld. Het is echt wel zoek om daar weer net zo stabiel naar te kijken, mee om te gaan. Toch? Net zat je in dat proces. Hoe was dat? Om een nieuw chaos. Chaos. Ja, precies. Helemaal. Tot de wereld niet. Nou ja, precies. De wereld klopt gewoon niet. Wij weten hoe het moet. En chaos, alleen chaos? Wat, en toen? Wat gebeurde? Nee, het was nog net geen chaos. Maar het zijn allemaal elementen. Het dicht gegaan. Ja. Maar niet stabiel, zelfs ook net tegenaan chaos. En wat was er nog meer? Ja, zoeken, leren, ontdekken, kijken, voelen, opnieuw inschatten, anders mediteren. Heel veel, hè? Ja. Dan kom je wel achter wat je allemaal automatisch tegelijk doet aan die goede kant. Oh ja, ook nog. Ja. Hoeveel dat eigenlijk is, weet je wel. Ja. Het zogenaamde we doen niks is heel veel tegelijk, wat gewoon zo gemakkelijk gaat dat het niks lijkt. Maar het is heel veel, valt het op. Ja. En even in het proces, gewoon om te zien van, we kijken het eigenlijk even van de andere kant. Wel confronterend dat je in een nieuwe beweging dan al die principes laat vallen. Al weer leerzaam dat als je bij de principes start, is gewoon weer rustig, normaal, dat eigenlijk je lichaam snapt wat er moet gebeuren. Ja. Dus dat denk ik dat steeds in de uitspraak en langzaam maar dat gewoon in principe blijven doen, dan merkte ik van, wist mijn lichaam eigenlijk wel wat hij bij je heen moest. Ja. Alleen mijn mind zit erbij van, hoe moet het nou? Maar, oh ja, ja. Mooi, het gaat maar om al die elementen die je langskomt, zeg maar, in een nieuwe situatie. Eventjes had ik dat idee van beter opbouwen en jijzelf, maar ze worden dan beter. Maar ja, als alles kapot is en plat gebrand, dan ga je weer aan de slag. Maar het is wel een nieuwe situatie die weet ik niet, onze ouders of ouders daarvoor, die weten het wel, die het hier meegemaakt hebben. Het viel mij op dat mijn lichaam automatisch naar het oude patroon wilde gaan. Dus dan was er een hele snelle hand in de bak. Oh ja? Ik denk, oh, dit voelt vertrouwd, dus ik zit nu verkeerd. Dus zat hij weer hier. Hij corrigeerde zichzelf. Ja. Oh, bij deze is het ook. Daar had ik het in het begin ook veel bij deze. En dan, Het is echt bizar dan. Het lichaam met regel nu is aan het kijken, het wordt zo. Ja. Maar dat is niet een nieuwe situatie, dat is gewoon in je oude situatie. Ja, precies. Dat ben je ook gewend. Wat Dirk zei, dat vind ik ook wel. Als het me lukte in de chaos om terug te gaan naar de principes, dan ging het automatisch een heel stuk beter. Ja, precies. Dat is een soort houvast. Dus ik zat te denken, laatst hoorde ik het ook, en het hangt een beetje om dat onderwerp zo. Poetin heeft een heel ander wereldbeeld dan ons. De leider van China ook. Dus wij snappen eigenlijk niet wat zij denken, maar zij denken heel logisch in hun hoofd. Maar dat snappen wij niet. Wij denken van democratie en zij denken van het systeem. Dus het is heel snel veroordelen, het klopt niet, die is gek. Maar ik hoor ook al heel veel mensen die proberen te snappen en die duiden dan vanuit welke gedachte dat gebeurt. Toen zat ik even verder te denken van, maar wat heb je er nou aan als je ook de andere kant kan doen? En denk het aan het geheel, hè? Dus als alles goed communiceert, in je lichaam, alle cellen communiceren goed met elkaar, dan is het heel gezond. Ja, er is een uitwisseling van key, van informatie, van signalen. Het gaat door het hele lichaam, dus alles kan optimaal functioneren. Ik denk dat dat fijn is, als wij met z'n allen optimaal functioneren, in verbinding ook met elkaar, dan vinden we meestal wel de oplossingen voor de dingen die er zijn. Of niet, als de zon uitvalt, vallen we ook uit. Nou, prima, ja, maar kleinere dingen, dan vinden we met elkaar een oplossing. Weet je wat je ook zei, hè? Dat vond ik wel mooi ook, van, ja, zonde van de energie. We hebben best wel energie nodig om nu met elkaar iets op te lossen, zeg maar. En geld en tijd en allerlei inzet en rival. Nu zijn we daarmee bezig, nou ja, het is wat het is, maar stel je voor dat iedereen in balans is van twee kanten en die snapt ook wat meerdere kanten van de zaak. En die kan dus in gesprek gaan met elkaar en niet zeggen, ja, we zijn gewoon een gek en het moet allemaal democratisch zijn. Ik zeg maar wat. Ja. Misschien is het een nog beter dan het ander ook, maar er moet gewoon een gesprek kunnen zijn vanuit gezonde mensen die in contact zijn. En daaruit vind je wel weer een weg. Zo doe ik het meestal wel tenminste. Probeer ik. Tot ik vastsla en dan zeg ik dan tegen mijn kinderen, het moet zo. Maar dan wacht ik even en dan ga ik toch kijken, van, wat wil jij dan en waarom doe je het? En dan, ja, dan vinden we wel weer een weg. Dat keert snel wel aan. Dus
Dat is een beetje een grappige element van hoe snel kan je dan herstellen in een nieuwe situatie. Hoe lang duurt het voordat wij de systemen snappen van de niet-westerse landen? Dat we er normaal mee kunnen communiceren in plaats van zo spastisch te doen. En zij doen het naar ons toe ook. Ja, de democratie is gewoon slecht. En dan komt de EU die komt dicht bij, ja, doei, wegwezen, dat is niet de afspraak. En, maar het gaat niet om dat onderwerp, maar om het een beetje ook in dat perspectief te proberen te kijken. Ja, en net zoals met Aikido of MMA of zo. Ben je in Aikido heel goed, hoge graad, ben je lekker bezig. Net zoals die ene kant, hè, dat gaat best wel soepel. Komt iemand MMA aan, die doet hele andere dingen. En je bent zo in de grond gevouwen, achtertikken van stop even. Hè. Dus ja, hoe lang duurt het voordat ik snap wat hij doet en dan me dat nog eigen maken zodat ik normaal met hem kan communiceren. In plaats van het veroordelen van, ja, wat jij doet, klopt niet. Of, slechte dag. Kan je jij staande houden in een situatie? Stel je voor, een heel sterk land, heel veel geld, heel veel leger, goed getraind, wacht tot wij lekker zwak zijn en die komt aan, dan moeten wij toch iets doen. Een MMA fighter die supersterk is, en die komt naar je toe en die gaat gewoon wel vanuit negativiteit jou iets aandoen, want daar wil je iets, weet ik wel wat. Ja, ik zou toch wel iets moeten doen dan, zeg maar. Dat hoeft niet, hè? Maar dan doe je het niet, dan kies je niet te doen, maar dan doe je ook wat. Je moet iets, zeg maar. Dus ja, hoe kan je je dan staande houden? Dat dacht ik aan, van als je aan twee kanten stabieler bent, kan je beter staande houden, stabiel houden in de situatie. Dan kan je nog verbaal gewoon tot de reden proberen te brengen. Je kan het communicatie aangaan. Als het fysiek wordt, zal je niet meteen omvallen op je zwakkere punten, want je staat wat stabieler. Ja, en dan wordt het best wel weer praktisch. Gelukkig hebben we het niet zo sterk in Nederland, dat soort dingen. Nou ja, er zijn wel mensen die wel pech hebben dat ze een huis wordt overvallen of zo. Dat zie je wel eens. Het kan zo binnenlopen in met wapens. En best wel ellendig gehad hier in de buurt ook. En dus, het gebeurt wel, maar gelukkig niet zo veel. Dus ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat we daar gewoon stabiel in worden. Dat onze training niet alleen voor onze wellness is. Maar toch wel voor onze species ook wel belangrijk om goed met de uitdaging om te gaan. Ook met onze groep. Denk ik. Ja, dus hoe gaan we dan nou trainen? Ik zat net, we waren bezig met het zwaard. Eerst ben ik wel benieuwd, ik zeg van alles. Als iemand denkt, nou, ik wil iets zeggen, dat ook vanuit eenheid. Vul het maar aan of vanuit bewustzijn. Of vanuit strijd. Nou ja, ik doe eigenlijk alle technieken, zowel links als rechts. En dat is natuurlijk wel goed voor je ontwikkeling, balans, coördinatie. Je moet één kant op dek. Dus misschien zijn we alle ruimdenkende. En ja, goed, dan heb je inderdaad die joni aan. En dan wordt het toch weer anders. Altijd aan één kant oefenen, dan wordt die andere kant onderbelicht. Ik kon het wel een beetje uitvoeren, maar dan is het heel primitief, zeg maar. Ja, goed. Dan zie je een bepaald punt, hé, hoe doen we dat nou rechts? Dan draai ik hem zo door en links zit je gewoon een beetje te harnissen. Maar ja. Ik denk dat het heel goed is om het. Ja, misschien zijn jouw bijvoorbeeld ook vaker. Ik heb het ook niet eigen tijd. Alleen aan de andere kant oefenen. Ja, maar goed, punt uit. Doen we alle technieken twee kanten boven wapens en daar lopen we niet tegenaan. Ja. En harnessen vind ik perfect. Eigenlijk lopen we nu een beetje te harnessen hè, tot een nieuwe situatie en dat we er gewend aan zijn. Dus ik vind het groot. Harness, ja. Sorry voor de drussen, voorlopig de drussen. Ja. Oh, precies. LBT, Grieks, IQ, REST, EV, ja. Nog iets anders of iets te binnen zou een goede aanvulling. Eigenlijk zit in eigenlijk wel heel veel, behalve bij wapens, mission natuurlijk links en rechts allemaal, ja. Je hebt nu zo'n mindset gezet dat ik me afvraag, als ik nou niet begrijp wat jij bent, ja. Kan ik dan wel doen wat je zegt? En komen we dan wel verder, want misschien leer ik mezelf iets aan wat jij me niet bedoelt, dan ben ik even helemaal niet in zo'n hart. Ja, goeie. Ja. Ja. Wat er nou zo veel zit te filosoferen, komen dat soort perspectieven. Ja, maar dat is heel goed. Ik denk dat ook sensen dat het tegenaan loopt. Ik las vandaag nog een quote van hem. Jullie doen niet wat ik doe. Jullie doen geen Aikido.
Ik denk dat hij dat wel heel sterk had. En iedereen dacht er echt wel dat ze aan het doen was wat hij deed. Ik heb dat regelmatig. Ja, als je net de hele tijd te horen, waar heeft hij dan ook iemand? Ja, dat ook. Goed, dan ga ik naar huis en denk, nou ja, als ik het zo begrijp, dan zullen het goed zijn. Ja. Nou, dat vind ik wel een goeie en heel belangrijk ook, dat denk voor jezelf. In het begin had ik het ook, met mijn eerste is het echt zo, alles zo nadoen, maar het duurt best wel lang voordat je denkt van ja, alles zie ik best, ook wel sensor, dus ik echt dingen te zeggen en ja, probeer ik dat echt oefenen wat hij zegt. Maar het is niet mijn waarheid, het is niet mijn volledig, het is vanuit zijn perspectief, vanuit Japans of vanuit iemand die ouder is of vanuit bepaalde trainingen. En wat ik zeg, ja. We hebben geen secte of zo waarbij degene zegt van nee, dat is het, iedereen moet maar ja zeggen en anders ben je eruit. Dus het is alleen maar goed. Eigenlijk een beetje beter dan ik. Ja, je eigen tools aan, alleen aan de verre kant, zou ik wel. Ja, dus begin gewoon allemaal je eigen dojo, maar dat lukt gewoon niet. Ik probeer heel lang het signaal te geven. Ja. Nee, wel laat je al even kussen. Ja, en ondertussen doen we wat we zelf hebben. Ja, precies. En ik ben gelukkig. Dan ben ik gelukkig. Ja, precies. En toch probeer ik dat dan. Ja. Nou, dan laten we daarmee doorgaan. Dan dan gaan we het beginnen met een Joe. Gaan we dat doen? En dan wil ik eigenlijk. Doe maar eerst met een balken even vasthouden voor het gevoel. Als je het plekje hebt, begin je met gewoon de slag, zeg maar, de showman, om wakker te maken. Dus voor de verdediging, dat is achteruit stappen, je achterste voet en weer naar voren stappen. Een paar keer dit. Ik hoef het niet meer uit te leggen dat je niet met het zwaard moet slaan, maar dat je jezelf beweegt. Dus dat kan je zo maar doen. Dus dit is volledig. Alles is evenveel mee. Er zijn heersers aan deze kant van de blokken. Even andersom, even één tel, hetzelfde. Oké, je ziet het, je bent niet zo'n heerser, maar we gaan terug, we heersen gewoon weer aan onze juiste kant. Ik wil even trainen met dit gevoel. Oké. Dus het is vol en dat gaat straks ook doen, hè? Dus die ander valt straks aan, dus die stoot, je staat achteruit, je verdedigt, je bent helemaal klaar om weer te verdedigen. Waar doen we Joe verdedigen? Nou, de volgende is de derde. Is dat je een achterstap en zo die driehoek maakt. Dus je punt blijft gewoon voor je as. En er is extensie. Dus de Joe wordt tegengehouden zo met de balken. Maar ik. Nou, dat lijkt zo wat. En dan de andere kant stap je naar achter en dan die. Maar de punt blijft gewoon voor je as. Dus nog een keer, als je zo staat. Als je hier op de lijn staat, dan komt hier. Aan de zijkant naar mijn nek, ik stap achteruit, nu maak een driehoek. En ik doe die en die. Yes. Kijk naar voren, yes. Die. Driehoek. Sommigen zien dat de pols een beetje draaien.
kijken. De pols gaat zo draaien en de pols gaat zo draaien. Zal dat stabiel zijn? Als één deel veel meer beweegt dan de rest. Ja, dus te veel lokale beweging. Dus het is heel stabiel. Kijk, mijn armen zijn zo. Ze zijn zo. Hier gebeurt bijna niks. Je ziet dat mijn heup draait. Gaat mijn ene schouder naar achteren en gaat de ander naar voren. Maar het punt blijft gewoon naar voren gericht. Ja, je pols draait toch wel wat? Nou, ik zat het net te voelen. Nee, dat wil ik niet. Meer mijn ellebogen draaien dan. Mijn ellebogen bewegen. Ook nog niet echt. Het is gewoon die bovenstructuur die is best wel intact. Ja. Ja. En daar gaat die hele bovenstructuur die gaat draaien. En je kan ook wel zien een beetje als je zo draait, dan zie je dat je het een beetje meer voor je houdt. Het is niet echt een driehoek, maar het is eerst een driehoek, is hij zo aan die kant. Die kant, die is aan die kant. Het is niet zo klein zo vol, het is een klein driehoekje. Als je zo doet. Als je ziet Joe komt. Zo, Joe komt. Doe dit. Wat ben ik dan aan het doen? In relatie tot de Joe van de ander. Ik zoek een veilige hoek. Ik zoek een veilige hoek. Voor de komende aanval. Ja. Mogelijk komen. Ja. Zeg je? Je maakt verbinding. Maak verbinding. Maar? Bouwt afstand, de juiste afstand. Eigenlijk, hier heb ik het al zo, naar de ander. En hier verander ik het iets, maar ik heb nog steeds hetzelfde. Dus ik pas wel aan dat hij nu zo komt. Maar nog steeds hou ik mijn veilige ruimte aan, wat je zei. Ik voel het echt voor mij als een soort huisje, net als hier zo. Je creëert een soort huisje waar je veilig in zit. En ik hou het veilig. Zeg maar als ik zo naar jou sta en jij wil iets gaan doen. Je voelt gewoon, je hebt geen ruimte. Je hebt geen ruimte daarvoor. Want je stopt nu nog eens vandaan. Maar ik val je niet aan. En ik verdedig ook niet echt. Maar het is een situatie waarin aanval en verdediging allebei aanwezig is. Ik hoef maar dit te doen. Ik hoef maar dit te doen. Maar het zit er allemaal in. Ook als jij nu even verslapt. Dan ben ik klaar, dus het is een heel goede verbinding eigenlijk. En ik voel dat ik daar niks in verander. En wat je wel eens ziet is van dit, oh ja, er is niks, oh dan komt die ook, dan moet ik nu wat gaan doen. Toch? Oh, nu? Dus er is niks en dan is er verdediging. Want er is gewoon een continue staat van stabiliteit, van eenheid, die en verdedigend is en aanvallend, maar eigenlijk helemaal neutraal. Maar klaar is voor om de interactie aan te gaan. Als je afval wil een beetje laat. Ja, dus als je bijvoorbeeld met de Joe komt. Dus dat is ideaal gesproken. Hè? Ik zou vaak zeggen wat de meeste doen. Dus, je komt aan. Je gaat gewoon in contact. Dat contact. Ja. Wat vaak gebeurt. Zo, aanval. Aanval. Hier. Toch? En jullie niet, maar je hebt het wel eens gezien, mijn andere volgens mij. Ja. Beginnend, hè? Ja.
komt wel eens langs, misschien bij jezelf. En, maar dan ben je echt iets, dan ben je echt iets heel anders aan het doen, echt totaal. Dus zeg maar, als je met die schuine komt, je key is dus hier naartoe gericht. Haal hem eens weg. Je key is hier naartoe gericht. Dat zou het zijn, stel je voor. Ik kom helder, ik stop ook met Rusland snel. Nee, dan heb ik niet steeds aan mijn kapsel. Maar oké, dat helpt hier wel meer mensen, denk ik. Dus nu ben ik met wapen tegen wapen, maar ik vergeet gewoon dat ik van mens naar mens bezig ben. Dus misschien zijn we wel even op elkaar aan het schieten, maar ze moeten weer even door hebben. Ah, het is nog sterker, we zitten zo dicht bij elkaar, bijna hetzelfde volk ook nog. Maar ja, nu ben ik weer uit. Nou ja, oké, ik laat het zo doen, dan kunnen we weer normaal verder. Dus hier, ik ben naar jou in verbinding. Hier, als jij naar die ander gaat, ik ben nog steeds met jou in verbinding, maar ik hou het wel veilig. Ja? En ook bij deze, dus zeg maar, als jij dat fout doet, want je deed het al heel goed, hè, want je hield steeds contact, goed naar Sensei geluisterd. Als je het niet doet, en je wilt naar die andere kant, dus je gaat niet in contact houden. Dus dan loop je al gewoon in mijn verdediging, aanval, mijn zijn, zeg maar. Dan, ja, ik ben stabiel. Dus als je het zo doet en je gaat, je trekt zo terug en je gaat weer door, ik ga weer wat doen. Dan word je natuurlijk doodmoe van, maar als je bewustzijn stabieler is, in plaats van, oh, nu ben ik het vergeten, oh, nu ben ik het voorbij komen. Oh, ik het, oh, ja. In plaats van, ik ben stabiel, ik zie het gebeuren. Als ik een mening moet vormen, vorm die. En die is helder. Het zou mooi zijn als het zo gaat. Ik hoop dat je dat eens meemaakt. Dus we gaan even deze oefening doen, dus komt ie. Dus niet naar dat verdedigen, maar gewoon je structuur intact houden. Gewoon om jezelf te trainen om stabiel te zijn. Yes. Okay. Moet je hem dan zo doen? Ja, ik dacht ook moet terug. Ik zag het niet aankappen. Ja, dat is... Ja, dat is... Recht naar achter. Ja, ja. En het kleine niet uit. Niet draaien. En met deze stoot van de hele kop echt voor je. Ja, rustig. Het eerste zicht uit de lijn stoot kan zijn, hè? Zwaar. Ja, en dan hoor je het hier. Ja, goed. Ja. Dan kom ik aan, dan sta ik nog steeds aan deze kant. En dan pas ik eruit en over naar die kant. De afstemming. Ja. Hier en dan hier. Net zo dat je zo niet voor. Dan loop je bijna in zijn buurman. Dan loop ik bijna in zijn slaap, dus ik wil eromheen. Ja, goed. Deze kant. Ja. Ik blijf in mijn structuur. Ja. 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 Ja.
Ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Dat is niet zo die kant aan. Ja, ik moet meer schrijven even, ja. Maar ja, ik had al het gevoel van een plekje, dan verwacht van een... Ja, ik ga het wordt gezegd dat je kunt naar... Ja, 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 oh, ja, dat is goed, ja. Hij is nog een keer overnieuw. Ja. Oké. Okay. Is mijn naam. Ja, ja. Wat blijft er staan? Dat gaat hier weer. Nee, dat is voor je arts zit. Dat kan jullie ook. Dat wacht, maar die punt blijft van mij. Dat was niet zo. Ja, je hebt dat. Oh, dat is niet. Dat mag je uitkijken. Ja. Ik ben verbaasd. In deze plek hier, en draai je aan de andere kant achter je hoofd. Niet zo voor je zegt. Want je vol zit. Ja. Ja, dat is wel meer een omslag. Ik ben er niet. Dat blijft niet af te doen. Dat maar heet draait, en daarom niet zeg maar zo doen. Nee, ik heb geen tijd. Het is gewoon een werk naar. Het lijkt niet alsof je hier naast. Ik heb een lijstje. Dat is nu de driehoek. Van de slag maken. Ja, dus dit. Dan moet jij de andere kant op. Ja, dan kom je daar. En dit is de... Dus de punt is niet hier, maar je zet hem in de as. Ja, ja, dus vandaar naar de as. Dus dan is dit stuk. Net als dat je hier staat, sta je zo. Sta je zo. Ja, nee. Dat is wel een houding, vroeger stond er wel zo, hè? Ja. En nu sta je zo. Dat zijn die zes en drie. Mag ik beginnen? Ja. Ja. En dit. Nu is hij alleen nog groter. Ja. Hij zit, deze zit niet achter je heup. Die zit wel, ja, dat is best wel een beetje. Ja, nee, klopt, maar. Goed, dat is wel een beetje. Ja, dat valt wel mee. Kom, ik denk dat het zo zijn. Ja, 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 je moet er ook. Zij stappen. Maar ik voelde het wel aan. Nee, ik stap op zijn. Sorry, ik stap op zijn. Dus hier. Ja, kijk. Jij moet naar mij niet, jij moet langs mij niet. Ik ontwijk jouw slag. Ja. Ja. Dus hier, jouw slag, precies. Als hij zijn verdediging heeft, een normale verdediging zo. Je kan hem niet zeg maar zo inhouden. Ja, want de verdediging is niet gaar. Die stond hier ja. En komt van de zijde. Ja, dat is spanning in de schaal. Dat kan niet iets over. Ja, dat is zeker van mij. Ja, dat is een hier vandaan geraakt en dat is maar ik ga niet in de centrale lijn, want zijn drie hoeven ze dicht. Ja, nee, voor de ja, maar daar is het. Ja, dat is raar. Sorry, dat zou een wankeltje zijn. Maar het was twee jaar op dit hoor. Ja, ja. Maar dan zit er een beetje zo. Ik ben zo. Ik ben zo. Ik zo. Ja, twee keer een slag. Ik maak twee keer een aanval. Nee, dat is eigenlijk twee keer een slag. En dan? Dan zie je dat je dit oploopt. Ja, dat je niet meer. Gooi nog met pieken. Ja. Hij heeft nog op deze kant, hè? Mooi, lijkt me zo gaaf bijna.
Ja, ik voel me gewoon weer bij. Ja, ik snap hem even, trouwens.
Maar nee, ik had het bedoeld. Maar ik vind het wel mooi. Ja, dat is goed.
jullie op de lengte waarschijnlijk een beetje lengte voor deze morgen. Ja, nee, daarom. Ik denk, dat is ook een steeds groener. Maar van hart naar hart aan het communiceren. Ja. We waren een beetje aan het zoeken daar, en dan op de assen een beetje. Oh, mooi, ja. Yeah.
Ja, dat is zo simpel als je er tegenaan houdt. Misschien dat stuk hout zo dat je voelt van, dat is niet zo prettig. Je instapt of weet ik wat. Dus nu ben ik wel benieuwd naar de hele vanaf begin en tussendoor en eind. En vooral deze duidelijke oorlogvoering, zeg maar, tussen wapens, tussen twee entiteiten die in interactie waren. Of twee bewustzijnsvormen die als één zijn, die volledig in balans zijn. Volledig optimaal bewegen waarbij alles even wel meedoet in interactie zijn, in volledige verbinding. En daar in dat gebied, wat is je opgevallen in die terugkijken met wat we tijdens de les hebben bekeken? Wat viel je op in die interactie als je zelf volop bezig was? Ik ben Poetin. Wat? Vol in de afval. Maar hij is gek. Druk P, ja, ja. Nou, we gaan goede kant op dan in Aikido. Ja, was dat het ene? Om weer oefenen en dan los. Ja, ja. Je snapt het wel goed, maar het doen. Maar was het alleen dat of kwam je ook nog al aanvallend iets tegen wat veranderde? Ja, heel veel. Ook heel veel goede dingen. Maar ja, wat ik al zei, als je in theorie heel veel dingen oefent in je lijf en je vergeet de verbinding te houden, dan ga je op basis van hetgeen wat je geleerd hebt, jezelf hebt aangeleerd en niet datgene wat er situationeel gebeurt. Dus ik, door die oefening thuis heel veel te doen, zit dat in mijn lichaam, maar dan heb ik een dreiging tegenover me en dan ga ik niet met de dreiging verbinden, maar dan ga ik doen wat ik altijd deed. Ja. En dat maakt dat ik dus het contact verlies met de ander. Ja. Dat is wel in mijn theorie zit in te weinig in de praktijk. Ja, nou heel goed. Ja, dat is toch grappig. Ik ben grappig. Ja. Ja. Ah, nu wel, ja. Ja, ik had nog dat ik daar een gesprek over met iemand. Ik zei van, of je iets doet vanuit het weten, dus vanuit de theorie, of dat je iets doet omdat je de ervaring zeg maar opgeslagen, dat is een heel groot verschil. Dat merkte ik, zeg maar, dat was steeds anders. De ene keer voelde ik beter aan wat er op me afkwam. En de andere keer was ik aan het inschatten, dat was mijn hoofd bezig voor me. Dat voelt heel anders. Ja, minder verbinding ook. Ja. En dan doe je wel iets wat je geleerd hebt, maar dan is het niet
aligned met... Nee, dat lost het conflict niet op, want het, je hebt nog steeds geen verbinding. Want het doel was waarschijnlijk ja. dat het conflict werd gezocht. Ja. Ja, nice. Ik ben benieuwd van, wat was je... Je bent aan het oorlogsvoeren net geweest en je hebt gelukkig Aikido net gedaan en al heel lang. Dus je kan vrede creëren en bewaren. Maar wat merk je, hè? Nou, in het begin weet ik dat je hier een goede sfeer zit en dat je elkaar kan vertrouwen. In het begin ben je ook iets te gericht op de, wat je vast hebt. En dan ben je ook meer gericht nog op de asteman. En dan ga je proberen meer het geheel te zien, op de energie. En dan merk je eigenlijk dat die verbinding beter wordt. En dan kan je wat... trager, zoals je goede werken doet, af en toe dan een goede catch tussen de jou en de balken. Maar dat, ja, als je het goed vaststaat, dan doet het ook niet pijn of zo. Dat is eigenlijk misschien alleen maar mooi. Het is eigenlijk mooi om naar dat andere niveau toe te bewegen. Van, wat je zijn van hart tot hart. Dat je continu hebt zonder dat je. Zonder dat je dingen extra gaat doen, of niet jou iets naar voren. Dus je moet ook je harmonie met jezelf hebben. Dus ja, het zijn best wel dingen. Je harmonie met jezelf, met de baan, met de ander. En, ja, dat het een beetje feestje, dat je af en toe ook lekker kan lachen en zo. Ja. Soms gaat het anders dan je verwacht. Ja, mooi om te oefenen en zo. Voor tijd voor te nemen. Het is een ontdekkingstocht, wat ik ook al zei. En dan, op een gegeven moment was ik lekker van hart tot hart, maar toen maakte ik een opmerking: oh ja, nu ben ik aan het fixeren. Oh, paars. Dat is het toch ook echt. Als ik een bypass erbij kreeg. Nee, je moet wel ruimer in. Dat is, je bent aan het onderzoeken hoe kun je die staat creëren. Dat is het eigenlijk. Gek. En, het is natuurlijk motorisch ook. Want, mensen, toen je die tip had gegeven over die driehoek, snapte ik een beetje, ging ik hem op een gegeven moment ook voelen. Het is gewoon één doorgaande lijn, dus komt hij eigenlijk de grond uit, zeg maar, de druk die op je zaak komt, die gaat rechtstreeks aan de grond. Ja. Nou, dan denk ik, oh, maar dat is toch ook met de jou zo, op een gegeven moment heb je hem ook zo. En ik merkte dat mijn hand, mijn vingers zaten los, was nou, de kleine hand was los van de jou. Oh, ja. Ik denk, oh, ja, hey, dus je moet daar ook meer in draaien, ja, dus dat onderzoek. Ja. Dus het is op alle niveaus, zeg maar, gaan. Ja. Als oorlog een feestje wordt, dan gaat het goed. Dat hoorde ik net eigenlijk. Klikt het. Wat is het voor jou? Ik vond het allemaal hondsmoeilijke oefeningen. Het duurde een hele pauze voordat ik erin kwam. Dat laatste aan het eind was zeg maar wel voor. Was het steeds van timing, dit en dat. En denk ik nou weer. Ga ik niet echt niet in staan, dan ga ik echt wat anders doen, maar wat wordt er nou ook weer van me verwacht? Ja, zoiets. Wij lekker met zijn lolbroek, dit is echt, nou ja, het snapte jouw punt ook wel. Wegwezen, ik zou hier niet eens instappen als het zo is. Nee, dat is, ik bedoel, dat zou ik heel andere dingen doen. Het is niet dat ik zeg van, dat zou ik niet. Werpster. Dat zou ik niet analyseren, dat zou ik niet aangaan, maar dat zou ik op heel andere manieren doen. Ja. Nou, en hoe? Dat weet ik niet, maar dan ga ik dat ding al aan, pakken of weet ik wat, of dan neem ik wat omheen, of ik zal weer zeggen. Heb je kermavers? Daar ben ik niet van. Pakken en ja, mooi. Heel andere beweging maken en dan zit ik maar van, oh, dat moest ik ook weer. Klinkt als één grote chaos van alle elementen. Nou, uit de dingen te pakken, maar dat is ook met die oefeningen daarvoor, dat doe ik ook een poos bij mij. En soms dan gaat het echt goed en dan heb ik daar een poos, die krijg ik. Hoofdbelasting, ja. Ja, mooi. Mooi om het van binnen te zien, ja. Yes. Nou, van alles nog wat lang kan belangen, maar... En dan was ik van mezelf tegen dat ik steeds de intentie van oorlog weglaten en lol maken.
Dus soms liet ik een beetje elke keer liet ik doen de intentie om ergens geschrikt mee bezig te zijn, liet ik eigenlijk bijna vervallen om mezelf in comfortabel te houden. Goed idioot te kunnen maken. En bleef dat zo of kon je dat ook bij elkaar brengen? Nou ja, dat was wel een uitdaging. Gewoon denk ik een paar keer dat het echt een evenwicht was. Ja. Dat is wel een dingetje waar. Nou mooi, en dat is eigenlijk wat mij ook nog opviel als enige rechter, wat mij echt opviel in de interactie zie je pas jezelf. Dus alles wat je alleen doet, ja natuurlijk is de interactie met jezelf, maar het is vooral interactie met de ander waarin je jezelf gaat zien en dat kan je nu heel mooi aanschouwen. Dus, en dat is het enige, in die interactie ga je jezelf zien en kan je dan zo vormen dat die interactie optimaal wordt, denk ik. Dus ik zit nog in mijn oorlogsstatus, er is een interactie bezig tussen Rusland en Oekraïne en daarin kunnen ze zichzelf zien en wij ook onszelf als wij daarnaar kijken. En kunnen wij ons dan in zo'n optimale staat brengen en zij ook hopelijk, zodat dat een vorm vindt wat past, waardoor het weer verder kan. En ja, dat zien. Ik denk ergens is dat oorlog en alles, ik weet niet of we daar ooit van afkomen. Soms is dat gewoon bezig en gebeurt dat en is dat nodig om... Het is elke dag al in het klein, dus waarom niet het groot? Ja, het zit gewoon iemand. Ik heb ooit eens, zat ik erin en toen zag ik zo voor me dat iedereen allemaal in harmonie was. En zat gewoon in rust, bij wijze van spreken op een berg, zag ik dat zo voor me en allemaal in harmonie. En toen stierven de mensen uit, dus ja. Ik denk dat het ook wel nodig is, dat botsen en chaos en orde en steeds maar zo en maar zoeken. Ja, helaas. En dan kijken welke kant dat op verandert. En dat kan allebei de kant op. Het kan kapot gaan, het kan beter worden. En, het zal nooit hetzelfde blijven. Het sterft of het groeit. En de natuur heeft daar geen enkele bemoeienis mee. Ik vind het allebei prima. Het werkt alleen maar zo. Nou, die natuur die overleeft wel. Daarom, ja. Precies. Nou. Eerst roeien we alle dieren uit en planten. En dan gaan wij. En dan draait het weer verder. Helaas, de lijst met bedreigde dierensoorten. Ja, komt dat je nog wel, hè? Diersoort mens. Ja, er zou maar één diersoort bedreigend zijn, dat zou de mens kunnen zijn. Dan was je een hoop probleem op. Dat zou je als enige bedreigde soort op de lijst staan. Ja, nee, de bedreigende soort. We hebben allemaal behalve onszelf. Ja, wat ik niet zeggen. Maar het is wel bezig, als we de rest opgeruimd hebben, dan zijn wij in de buurt, want dan is er geen eten en geen plan meer. En, zo'n oorlog is toch nog heel goed gemaakt. Ja, dat was een duidelijk. Ja. Heb je nog maar één dier erop, ja, en dan weet je dat het goed weg is de rest en dan gaan wij. Dus, nou ja, het is een krachtenveld. Ik vond het wel leuk voor mezelf om ook in deze situatie te denken, nou ja, daarvoor doe ik de training, de interactie zie ik het. En in mijn eentje kan ik het wel allemaal goed snappen, maar zo gauw de interactie met anderen komt, dan kan ik weer goed oefenen. Dankjewel voor de interacties. Ik heb het niet gedaan.
Dat wordt gemaakt. Ja, die zijn weer in 80 jaar.